Hallo allemaal, mijn naam is Jack Scheers en welkom bij deze nieuwe video. En in deze video wil ik het graag hebben over de F15, ook wel de Fit 15. En het vervolgtraject op de C9. Als je de C9 video nou nog niet hebt gezien, kijk deze eventjes. Ik zal hem even onderaan in de beschrijving neerzetten. Want voordat je de Fit 15 gaat doen, zou ik je wel willen adviseren om eerst de C9 te doen. Dan heb je eigenlijk een total body reset. En dan vanuit daar kun je gaan werken. Nu is het zo dat je bij de C9 eigenlijk dus je lichaam eventjes lekker ontgift. Maar wat belangrijk is, is dat je daarna wel gewoon verder gaat met die gezonde lifestyle. En daar is dit programma dus ontworpen. Ik zal de doos even openmaken. Tadaa, even unboxing. Want net zoals bij de C9 heb je eigenlijk precies dezelfde supplementen. Dus er zitten 2 liter pakken van pure aloe vera in. Aloe vera die heeft heel veel benefits. He, er zitten 200 verschillende soorten mineralen, aminozuren, voedingsstoffen, van alles zit erin. Aangevuld met wat vitamine C. Je huid wordt er beter van, je darmwand wordt opgeschoond. Afvalstoffen worden afgevoerd en het gaat er gewoon voor zorgen dat jij een beter leven gaat leiden. Daar zit 2 liter van in. Je gaat in die 15 dagen gewoon elke dag ga je gewoon een beetje nemen. Daarnaast hebben we ook weer de supplementen. Nu is het een iets dikker doosje, dat is namelijk voor 15 dagen. Maar daarin hebben wij de Garcinia. En de Garcinia die zorgt ervoor dat je eigenlijk die vreetkick die je krijgt als je af en toe honger hebt, dat die een beetje wordt onderdrukt. Het zorgt ervoor dat eigenlijk je bloedsuikerspiegel gelijk blijft, zodat je dus niet van die pieken krijgt en dus het traject beter vol kan houden en gezonde voeding tot je neemt, minder die cravings hebt. Daarnaast heb je de Therm, die zorgt ervoor dat je energielevel iets omhoog gaat. Wanneer je in een calorietekort gaat zitten, kan het nog wel zo zijn dat je energielevel wat omlaag gaat. Dus dit stimuleert daarnaast ook nog je metabolisme, zodat er dus een betere vetverbranding is naast de energie. Tevens hebben wij ook weer de Forever Fiber. Dit zijn vezelsticks, de vezels in. Vezels zijn belangrijk voor je darmen, die houden je darmen gezond. En daarnaast zullen afvalstoffen zich gaan vastbinden aan die vezels, waardoor ze dus veel beter worden afgevoerd. Je drinkt ook lekker veel bij dit traject. En we hebben natuurlijk de shake. Shakey, elke dag 1 shakeje en daarnaast heb je maaltijden. Het grote verschil bij de F15 is dat je dus meer gaat eten. Je hebt in plaats van 2 shakes en 1 maaltijd, 2 maaltijden en 1 shake. En er staan verschillende workouts en recepten in. Nu kan je bij de F15 kiezen tussen 3 verschillende niveaus. Je hebt de beginner, dat is voor eigenlijk als je helemaal niet sport en graag aan je gezondheid wil werken. Intermediate is wanneer je al wel sport en je zou graag een gezonde lifestyle erbij willen. En de advanced, dus dat is eigenlijk als je een gestructureerde sporter bent, regelmatig getraind en op zoek bent naar een uitdaging om jezelf nog gezonder te krijgen. Het verschil is dan ook de intensiteit in workouts, wanneer neem je je shake. De boekjes zijn wat dikker, maar daarnaast staat er gewoon ook een uitgebreid plan wat je met de supplementen moet doen. Maar hier staan bijvoorbeeld ook allemaal verschillende snacks en recepten in. Dus je wordt aan alle kanten word je hierin geholpen, super gestructureerd. En dit kan je gewoon bijna niet fout doen. En stel dat het nou wel fout gaat, dan kan het alsnog niet. Want ik ben er om jou te begeleiden als coach. Dus kies je voor de Fit 15, zal ik je gewoon gedurende die 15 dagen begeleiden. Zodat jij gewoon het beste uit jezelf gaat halen. Word de sterkste versie van jezelf. We gaan lekker trainen. Je gaat lekker aan je gezondheid werken. Dus als je nou zegt, dit vind ik interessant, ik wil graag dit vervolgtraject in, laat het me eventjes weten en dan zal ik eventuele vragen nog beantwoorden en ervoor zorgen dat je dit pakket bij je thuis gestuurd krijgt. Voor nu, bedankt voor het kijken en ik hoop je snel te zien.